Ik ben Christa Maas, ik ben zelfstandig hondentrainer en ik geef de opleiding hondentrainen op Centra Hasselt. De VDO is eigenlijk een eenjarige opleiding waarvan dat ze van september tot december vooral zien hoe ze moeten wassen, drogen, welke kam, welke borstel. En na nieuwjaar is het vooral eigenlijk, dan gaan we specifiek modelleren. Vooral poedel, jeugdmodel, de spaniels en de plukhonden. We beginnen gezamenlijk, 's morgens om 9 uur begint de les. Dan verzamelen we ons even voor het bord, waar dat ik volledig uitleg van wat we gaan doen. Bijvoorbeeld poedel, jeugdmodel. Dan heb ik dat schema volledig op bord geschreven, dan kunnen ze dat volgen. Dan leg ik dat eerst uit aan de hand van mijn tekening. Dan doe ik het ook nog eens voor op de hond zelf. Voetjes scheren, het model inscheren, de snoet, het buikje. En dan hebben ze dat gezien en dan kunnen ze zelf naar een plaats gaan, bij een eigen hond ook beginnen met voetjes te scheren. En de rest van de dag help ik hen eigenlijk, begeleid ik hen van, of voor het te goed te doen. We hebben veel verschillende vachtgroepen en je ziet toch al vrij vroeg bij veel cursisten dat zij een bepaalde voorkeur gaan krijgen voor een bepaald ras of een bepaalde technieken, plukken, knippen en dat ze zich dan ook gaan specialiseren voor die bepaalde techniek. Toch wel dat het de bedoeling is bij de cursisten, als ze aan de opleiding starten, dat ze toch zelfstandig ondernemer willen worden en dat ze toch zelf hun eigen salon willen opendoen. En dat gebeurt toch ook vrij snel na de opleiding, dat die toch al beginnen eigenlijk. En meestal in bijberoep en als ze genoeg klantjes hebben, toch overgaan naar hoofdberoep. Het zijn vooral de schoolverlaters die eigenlijk hier nog de opleiding komen volgen. En anderen doen gewoon een carrière switch en die eigenlijk iets willen doen van wat ze al heel hun leven hebben willen doen. En dan toch de stap nemen en zeggen van nu ga ik het doen. Ik heb de opleiding hier zelf gevolgd van 94 tot 96. Ben ook direct begonnen na mijn opleiding. Heb het 4 jaar in bijberoep gedaan en doe het tot nu in hoofdberoep. En nu de laatste 10 jaar doe ik naast het zelfstandig hondentrimmen, geef ik hier ook nog les op Centra, waar dat ik eigenlijk mijn passie ook kan doorgeven aan de nieuwe generatie.